Oké, okay, dus als ik dan daar kom, dan kan ik er zo overheen, maar dan moet ik uitkijken voor die... Oh, welkom mensen bij een nieuwe aflevering van Thief Simulator. Ik ben even mijn route aan het uitstippelen, want ik heb het helemaal voorbereid. Ik heb het helemaal gepland, het komt helemaal dik in orde. Tot na het intro. Daar, die pak ik dan zo erop, hè. En dan kan ik daarheen. Ik denk dat het goed komt. Ik denk dat ik gewoon vandaag in deze video een enorme gave buit kan vinden hier achter deze hoge muur. Ik heb mijn auto hier neergezet, want ook al zit er een deuk in omdat ik erop heb gestaan, kan ik als het goed is hier, yes, naar boven. Maar oké, nu wordt het spannend, want nu zit ik dus in the middle of nowhere. Ik zie camera's, maar die heb ik niet ingetekend. Even kijken, er zit daar een camera en daar één camera sowieso. Ik hoor wat. Wacht even. Sowieso die camera heel erg vooruitkijken. Want we gaan hem ook even selecteren natuurlijk. Oh, ik vind het nu al spannend. En ik ben nog maar net begonnen. Ik vind het niet leuk. Hoe komen we naar binnen? Dat is de grote vraag. Ik zie wel allemaal lampen, maar vooral de camera's even in de gaten houden natuurlijk. Daar een camera. Ik zou er omheen kunnen gaan zodra de camera een soort van naar links staat. Heel voorzichtig kijken. Daar is een deur en daar is een raam. Oké. Zodra die helemaal rechts is, komt er een soort van stukje vrij. En dan ga ik heel voorzichtig kijken wat ik hier kan vinden. Het licht ging net uit. Oh, een beveiliger. Dit wordt impossible. Dit wordt echt impossible. Dit is volgens mij tot nu toe al de moeilijkste die ik ooit heb gedaan. Oh. Er lopen echt veel meer bewakers dan ik dacht. Maar als ik hier in het huis ben, kan ik zo'n enorme grote vracht binnenhalen. Of in ieder geval waardevolle spullen. Echt enorm waardevolle spullen. Nee. Tam. Waar moet ik heen? Ik word gezien door de politie. Ik kan nu helemaal niks doen. Ik moet rennen. Hereby attendant. Ik weet niet of ik hier naar... Kan ik hier naartoe? Waar moet ik naartoe? Ik zit vast. Nee. Waar ben ik? Het is niet gebeurd. Het is niet gebeurd. Gelukkig. Oké. Ik denk dat dit huis niet verstandig is. Ook al zou ik een route gaan uitschrijven. Ik stap in de wagen en ik ga lekker verder, want dit wordt helemaal niks. Dit is veel te grof bewaakt. Zo, we rijden lekker verder. Nee, dit wordt helemaal niks, dit huis. Ik heb het al een beetje... Ik had het in mijn dromen en het ging helemaal niet goed. Dit gaan we niet doen, klaar. Geen discussie over mogelijk. Veel te veel bewaking. Dit is ook een soort van rijke buurt natuurlijk, hè. Dus wat je hier allemaal ziet, is allemaal rijke lui. En dat huis daar verderop... Dat is 208, die ziet er ook wel heel goed uit. En we kunnen schuilen aan de zijkant. Dat zou heel mooi zijn. Maar kunnen we zomaar naar binnen? Even kijken. Door locked. Ja, maar het is aan mij de taak om dat toch gewoon open te breken. Daar heb ik spullen voor nodig. Andere spullen dan ik gewend ben. Dan ga ik toch maar even aan de achterkant rijden. Dan zet ik hem even hier in het gras. Dat is misschien wel mooi. En dan gaan we gewoon te voet verder. En als ik deze nodig heb om weer hogerop te komen... of over deze soort van muur te komen... als er geen vines zijn... dan kan ik natuurlijk alsnog mijn auto even parkeren en gebruiken. Ik zie wel een hele grote rots. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als ik hierop kan springen... en dan over het hek kan. Gaat het lukken? Ja! Kom op. Ja. Hé. Hey. Maar dit ziet er wel heel goed uit. En is de bewaking... Zo te zien is er nog tot nu toe geen bewaking... Dat is mooi. Ik neem het risico. Ik weet niet of ik hieruit ga komen, maar ik neem gewoon het risico. Bewaking. Oké, er loopt alweer een mannetje binnen. En even kijken of ik droom. Nee, dit keer niet. Dit keer is het echt. Ik kan proberen om hier naar binnen te gaan. In de hoop dat die bewaking hier niet komt. Oh, jongens, wat is dit nou? Ik kan helemaal niks doen. Rennen. Kom op. Hoe kom ik hieruit? Gaat die open, dat ding? Kom op. Nee, daar komt een bewaking aan. Nee, genade. Nee. Ach. Wij zijn samen onderweg. Halleluja. Goed. Ja, nee, dat was ook niet zo'n heel groot succes. Ik ben op zich wel een redelijke inbreker. Maar ik verwacht niet dat bij elk raam wat we eruit halen... het alarm keihard afgaat. Nu weet ik dat bij deze huisjes... er staat ook wel bewaking, maar bij 206... ik heb het gevoel dat dit huis gewoon de place wordt. De plaats waar ik moet zijn voor alles en nog wat.
Sowieso, we gaan het gewoon proberen. We gaan dit gewoon doen, klaar. Ik heb geld nodig, ik heb spullen nodig en ik heb XP nodig. Dat krijg ik dus door spullen te zoeken en dan kan ik levelen. Daar zit de meneer. Nou, mooi, die zit lekker te zitten daar. En ik loop gewoon rondom het huis. Ik ben gewoon niks aan het doen. Ik ben gewoon een beetje aan het kijken zo. Hartstikke gezellig. Ja, die huizen zijn zwaar bewaakt. Zwaar bewaakt. Dat is een ding wat zeker is. Maar dit is gewoon geen bewaking. Dit is gewoon een man of vrouw. Dit is een vrouw. En dat is een meneer. Dus in principe zit hier verder geen bewaking aan vast. Dat zijn gewoon de enige mensen die thuis zitten. Dat scheelt dan wel weer. Wacht eens even. Dit huis herken ik. Dit heb ik toen in de vorige aflevering ook geprobeerd. En toen faalde ik. Laten we zeggen, het gaat me nu gewoon lukken. Maar s'nachts gaan natuurlijk die ramen ook dicht, hè? Dat weet je wel. S'nachts gaan die... Oh, dan kom ik niet meer binnen dadelijk. Ik ga het gewoon proberen. We moeten binnenkomen. We hebben spullen nodig. Klaar. Dat is mijn grote missie. Serieus? Nu alweer die... Oh my... Oké, wat ik nu ga doen is even een sprintje trekken. Ik weet nog niet waar naartoe. Maar ik ga gewoon wegrennen. Ik moet even goed nadenken. Die dure buurt heb ik veel meer... Ja, duurdere apparatuur voor nodig om daar veilig en wel in te breken. Ik moet die camera's hacken, dan kom ik een heel end. Ja, tot nu toe kan ik gewoon helemaal niks. Ik kan niks inbreken, dus ik denk dat we gewoon weer naar de rustige buurt moeten gaan. Dus niet naar de dure buurt, maar naar de normale buurt. Greenview Street, ook waar we eigenlijk de meeste missies hebben gedaan. Hè, de meeste spullen vandaan hebben gejat. Daar moeten we nu gewoon weer opnieuw naartoe. Want die Richie Neighborhood, dat kan ik nu nog niet. Ik ben te laag level. Ik ben bijna level 20. Op zich is dat een redelijk hoog level. Maar het moet allemaal veel en veel beter. Ik kijk even op de map. Zijn er plaatsen die ik nog moet bezoeken? Zijn er nog een aantal... misschien daar zo verderop. Hebben ze nou serieus Halloween? Hebben ze... Nee. Ze hebben een Halloween-update uitgevoerd. Dat vind ik grandioos. Dat vind ik op... Wat? Oké, ik mag blijkbaar helemaal niks in dit spel. Ik mag helemaal niks. Nee. Volgens mij wordt dit oprecht de meest opgepakte aflevering van Thief Simulator. Sowieso. Ik doe niet vaak heel veel research, maar toen ik begon met de aflevering had ik wel een goed gevoel van... Het gaat nu helemaal goed komen. Wij gaan gewoon oprecht leuke dingen en veel dingen stelen. Maar ik wil gewoon even kijken, hebben ze goede spulletjes voor Halloween? Kan ik leuke dingen meenemen? Dat zou geweldig zijn. En bij dit huis zie ik toch wel allemaal extraatjes. Break or steal a decoration. Dat is gaaf natuurlijk. Er komt iemand voorbij. Opschieten. Vraag is, wat kunnen wij meenemen? Er zijn een aantal jobs die we kunnen doen. Maar ik weet niet of ik daar XP voor krijg. Hier wel. Voor de smalle tv krijg ik XP. En dit zijn wel allemaal dingen die ik nog moet stelen. Dus dit gaat gewoon... Dit gaat goed komen. Dit gaat zeker goed komen. Dit is een huis waarvan ik zeker weet... Dat ik... Kan ik dat bestek breken? Ik ga het proberen. Ja, daar krijg je een achievement voor. Vandaar dat ik altijd het bestek kapot maak. Je denkt van... Wat is de reden, Vince, om bestek kapot te maken? Nou ja, bij deze. Dit ligt een telefoontje. Maar blijkbaar heb ik die wel dus opgepakt. Ik ben die dus gewoon een keer... Er is iemand boven. Wij zijn samen onderweg. Die is mooi. 10 XP en ik zie ook cash. Dat is altijd mooi meegenomen natuurlijk. Maar ik ga niet te lang in blijven, want ik wil eigenlijk zoveel mogelijk spullen. Ik ben veel te bang dat ik daar gesnapt word, omdat... Wacht even, is dat een vaasje daar nog? Nee, even kijken. Hier zit ook al vaak geld in. Ik hoor iemand lopen, jongens. Ik weet niet of jullie het hebben gehoord, maar ik hoor nu iemand. Het ligt aan boven. Wij lopen gewoon door. Rustig eventjes door de voordeur. Niks aan het handje. Dicht doen. En neem ik de televisie nog mee? Ik neem de televisie nog mee. Moment. Ik neem die tv nog mee. Maakt niet uit. We doen dit gewoon. Ja? Oké. En doen alsof er niks aan de hand is. Kijk, er komen allemaal bezoekers daar. Ja, jongen, ik wil teruggaan, want ik moet... En er komt weer een mevrouw. Het is gewoon druk op straat. Je gaat niet oversteken, hè? Alsjeblieft niet oversteken. Oké, die gaat de hoek om. Mooi. Dan ga ik nu die televisie pakken. Want die ligt hier dus in de bosjes. Rustig lopen. Er kan niks gebeuren. Nou ja, er kan nog van alles gebeuren natuurlijk. En wegwezen. We onthouden 108 voor in de toekomst. Er zijn nog een aantal dingen die ik daar kan stelen. Maar dit is positief. Van zonder herrie te hebben gemaakt, krijg ik misschien wel bonus XP'tjes. Dat zou mooi zijn. Kom op. Geef mij even die bonus. Lekker liedje, daar krijg ik er wel voor terug. Nee, we zijn net niet level 20.
Oh, ik wilde teruggaan, maar ik ben mijn spullen vergeten te verkopen. Nou zit mijn backpack nog vol. Hallo. Zo, en die zijn verkocht. Tot de volgende keer. Doeg. En eigenlijk heb ik veel meer ruimte nodig voor mijn backpack. Dan kan ik veel meer kwijt en dan gaat het allemaal wat sneller natuurlijk. Oh, oké, dat is een lekker binnenkomertje, denk ik. Hoe laat is het eigenlijk? Oh jee, het wordt nu bijna... Ja, we moeten even opschieten. Is die deur nog open? Ik denk het niet. Oh, die moeten we snel voor zijn, want er komt ook een mannetje. Die gaat zien natuurlijk dat ik aan het inbreken ben. Oh, die gaat mij zien. Oké. Niks zeggen, niks zeggen. Waarom loopt hij zo langzaam? Doeg. En we zijn weer binnen. Dit is een lekker huis. Heard by intendant? Wat? Oh, 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 oh. Ze hebben me gehoord. Ze hebben die deur gehoord. Ik vertrouw het wel. Break or steal a decoration. Het is ontzettend spannend. Geloof me. Dit zijn leuke jobs. Maar ze zijn echt wel heel creepy. Een witte vaas. Kijk, die alarmklokjes maken niet uit. Lekker wat XP. Komt-ie? Bijna, bijna. Nog één cijfer. Heel rustig. Oh, centjes. Lekker veel centjes ook. En daarboven zit nog wat. Wat zit daarboven dan? Een camera en een USB-flash. Oh, die weegt helemaal niks. Maar ik heb heel veel XP. Althans, ik heb heel veel spulletjes. Ik denk dat ik level up ga als ik dit haal. Ik kan nu weggaan. Ik kan ook nog even die andere missie halen. Maar het licht staat aan daar. Ik vertrouw het niet. Oh, dat moeten we pakken. Daar zit iemand te werk. Ik heb serieus nu gewoon de twee taken voltooid in dit huis. Ik heb dingetjes meegenomen. Ik kan nog meer dingen pakken. Ik kan nog even voor de zekerheid kijken in de laadjes. Maar ik moet gewoon weggaan. En dan weet ik bijna wel zeker dat wij gewoon die XP hebben gehaald. Dat kan toch niet? Bijna anders. Dat moet gewoon. En anders ga ik gewoon nog een keer weg. Om gewoon alles te stelen wat maar kan gestolen worden in dat huis. Dat is gewoon mijn taak altijd. Als je een huis hebt, gewoon zoveel mogelijk weghalen wat je maar kan weghalen. Oké. Het grote moment. Wat gaan we krijgen? We krijgen bonus XP'tjes. Nou ja, eigenlijk niet zoveel. Serieus, ik heb zo'n stukje erbij gekregen. Ik ga beloven in de volgende aflevering dat ik ga levelen. En dan gaan we verder met de story mode. Want het duurt nu best wel heel erg lang. Het was wel een leuke missie trouwens. Ik moet nog steeds veel meer jatten in dat huis. En dan hoop ik je volgende keer weer te zien bij een nieuwe aflevering van Thief Simulator. Doei doei!